De terugkeer van Janari van der Heijden. Volledig uit beeld. Een trainerswissel en meteen weer basis spelen. En bij VVV dus wel wat wijzigingen. Maar na 6 nederlagen op rij, inclusief beker, is de boel niet helemaal omgegooid door Maaskant. En daar is hij weer. Dick Advocaat. Gelukkig maar dat hij altijd weer zin heeft. Het is triest dat het moet in omstandigheden waarin het is bij Feyenoord. Met het vertrek van Stam. Maar Advocaat terug in de Eredivisie is dan altijd een verrijking. VVV dus met Koemans linksback. In middenveld met Neudekker, Post en Kettermol. En voorin Van Ooyen-Wright en Lindhorst. Althans, zo is de verwachting hoe het precies staat zal blijken. Bij Feyenoord zitten dus de verrassing vooral in het centrum. Daar waar Botteguin en Van der Heijden normaal gesproken hadden gespeeld. Maar nu dus IE en Van der Heijden. Omdat Botteguin last heeft van zijn hamstrings. Kukcu is weer terug. Middenveld met Fern Toornstra. En voorin met Jurgens in de spits en Berghuis en Sinisterra op de vleugels. Is dus de boel niet helemaal omgegooid. Maar zie je wel de wijzigingen die Advocaat heeft doorgevoerd. Een nieuwe aanvoerder. Hij wil een Nederlands sprekend centrum achterin hebben. Met Van der Heijden en Botteguin. Nou goed, voor Botteguin kan hij vandaag niet kiezen. Maar zo heeft Advocaat wel een paar keuzes duidelijk gemaakt. Nou, de bal van Koem. Lindhorst die slim verlengt. En dat is al de eerste kans. De klotopscorer van VVV. Hij heeft er 4 in liggen. Lange bal over IE. Die paas is geweldig. En dat levert Vermeer het eerste echte werk op. Ja, Feyenoord heeft de bal. Maar 2 keer uit een lange bal van achteruit is VVV toch heel gevaarlijk. Lindhorst. En dat is een corner voor VVV. Dat is voor het eerst wat langer de bal in de ploeg kan houden. Bal naar de tweede paal. Dat levert een kopkansje op. Bal net naast. Toornstra, goed meegenomen. Lage voorzet op Jurgensen en daar is het doelpunt van Feyenoord. Jurgensen scoort op aangeven van Toornstra. Jurgensen geeft hem zelf mee aan Toornstra. Kijkt nog eens naar de eerste paal. En raakt hij als laatste. Natuurlijk ook nog het glijden van Russel erbij. En de eerste treffer van Feyenoord onder Advocaat is daar. Neudek. Bal verlengd en nu net over. Dat is dus al de tweede keer dat zo'n bal problemen oplevert. Wright was daarbij. Een bal van lange bal van achteruit. Waar je toch eigenlijk verwacht dat de Feyenoord-verdediging dat vrij makkelijk op moet kunnen lossen. Berghuis. Het ziet er weer wat aardiger uit. Nou, het ziet er schitterend uit. Hij krijgt die bal natuurlijk bij toeval voor zijn voeten. Maar de kerstverse aanvoerder van Feyenoord maakt hem dan weergaloos af. Hier is Berghuis, die zoekt de combinatie. Dat lijkt hier dan mis te gaan, maar uit de kluts krijgt hij hem. Ja, en dan Berghuis. Jurgensen krijgt denk ik nog de assist op zijn naam. Maar dit is eigenlijk een doelpunt dat geen assist verdient. Dit is een doelpunt van Berghuis. Jurgensen, geen buitenspel. Hoe is de controle? Oh, die is goed. Nu het klaarleggen. Ja, dat had dan misschien nog beter gekund. Hij ging voor zijn eigen kans. Kukcu. Toornstra. Jurgensen, controle geweldig. Terwijl Maaskant nu het ruzie lijkt te hebben met supporters. Weer genoeg mensen van VVV in het strafschopgebied. Lindhorst geeft mee.
Haps. Krijgt de bal nog niet echt lekker weg. Lindhorst. Sinisterra snelt er langs. En dan is het, als hij snel genoeg is, 3 tegen 2. Want Jurgensen en Berghuis zijn daar ook nog. Dan moet de paas nu snel komen. Maar een van de twee van VVV was Koem. Daar had meer in gezeten voor Feyenoord. Mannetje meer in deze uitbraak. Dat kwam door hem. Hij passeerde iemand. Alleen het vervolg duurde wat te lang. Reuzeler kwijt. Maar een te traag vervolg. Het is per saldo een zeer, zeer matige tweede helft van Feyenoord. Maar allemaal nog zonder gevolgen. VVV niet bij macht om daar dan ook echt iets mee te doen. Lindhorst leidt balverlies. Jurgensen. Berghuis buiten spel. Ja, vandaar dat hij in moest houden. Gebaar van Berghuis. Die zelf door dat zijn loopactie niet meer doorgezet kon worden. Want hij liep buiten spel. Maar op het moment dat hij inhield, kwam de paas alsnog. Van Ooy. Schept hem er eigenlijk in. Blok wel vrij slim gezet. Schot van Kettermol uiteindelijk. Die blijft liggen. Niet wel last te hebben. Meteen luid toegezongen. Van Ooy. Lindhorst doet dat slim. En dan raakt hij in de lucht. Bal en Kukçu. En de tweede zal voor de pijn zorgen. Kom. Karsdorp doorzag het. Koem heeft al geel. Die gaat vertrekken. Tweede geel voor Koem. Maaskant is woedend, maar Koem doet het zelf natuurlijk ook ongelooflijk dom. Rode kaart voor VVV, net op het moment dat hij twee keer wil wisselen. Kans in de basis, voorkeur gekregen boven Scheiman. Hij leidt zelf het balverlies en komt er dan op die manier in. Ja, het is echt dom van zo'n ervaren speler. Hij krijgt applaus, maar weet zelf ook dat hij dit niet slim heeft aangepakt. Gefluit. En dat heeft uiteraard niks te maken met Kettermol. Die is hier zeer populair. Het heeft te maken met het feit dat hij eruit wordt gehaald. Want de trainer is minder populair. Dat merk je aan alles. Witte zakdoekjes. Ja, het is allemaal voorspelbaar bij een ploeg die het moeilijk heeft. Hier is Jurgensen. Schot. Niet eens zo heel gek. Van Kukçu. Berghuis. Berghuis Jurgensen. Dan ligt Berghuis en dat levert een vrije trap op. Zoekt de 1-2. Reuzeler houdt hem niet wat vast. Toornstra doet net alsof hij de bal ook nog klaarlegt. Waarschijnlijk om Kirschbaum wat in verwarring te brengen. Want Berghuis neemt hem gewoon. Maar Kirschbaum is niet in verwarring gebracht door de actie van Toornstra. En had wel aardig door wat Feyenoord van plan was. Ah, je hebt regen, je hebt regen. In Venlo regent het. Goeiedag, hè. Pleit de wolkbreuk nu. Meegeven aan Geertruiden. Kukçu zou hem kunnen krijgen. Larsson, daar is Kukçu. Berghuis.
Goed gedaan. En dan ligt het toch behoorlijk open bij Feyenoord. Opoku wil de bal wel hebben. Yeboah voorlopig zelf. Het schot van Yeboah is dan wild, vliegt over. Ja, dan ligt er een keer ruimte, dan zou je er eens een keer wat mee kunnen doen. En doet VVV het ook niet. Geeft de bal niet aan Opoku. Narsing. De versnelling is voorlopig de verdediging van VVV te machtig. Is dat Hens? Ja. Dus ook nog een penalty voor Feyenoord. Berghuis wijst dan naar zichzelf. Die is niet van plan om iemand anders dit te laten doen. Narsing wil voorgeven. Scheven krijgt de bal op de arm. En dus staat de penalty. En gaat Berghuis voor 0-3. En is het 0-3. Zijn tweede. In een tweede helft waarbij Feyenoord zeker niet groots voetbalde. Maar dus wel goed genoeg om de overwinning binnen te halen. En in ieder geval ook nog de nul te houden. En is het ook meteen afgelopen. Feyenoord wint de eerste wedstrijd onder Dick Advocaat met 3-0 van VVV. VVV bracht teleurstellend weinig. En laat zien waarom ze onderin de Eredivisie staan. Het was niet best van de thuisploeg. En dus is een zeker ook niet groots Feyenoord eigenlijk niet in de problemen geweest vandaag. Zeker niet ook nog na die rode kaart voor Koem. Er is werk aan de winkel in Venlo. Daar zijn de zorgen groot. Daar moet echt gevreesd worden. Voor een lang en zwaar seizoen knokken tegen degradatie. En bij Feyenoord is een eerste stapje gezet. Op weg naar herstel.